Welkom bij een nieuwe vlog. Wij zijn Ali en Ellie en wij zijn op kampeerterrein. Camping. Kampeerterrein toch? Nee, camping. Kampeerterrein Het Bos Roept in Sloodorp. Ja. Nou, we zijn net gearriveerd en we gaan inchecken. Ja, dat ga ik wel even doen. Nou, ik ga even met je mee. Oh, we hebben hier. Ja. Nou, er kwam net iemand voorbij lopen met chemisch toilet, dus daar komt altijd dan een luchtje vanaf. Maar in ieder geval, wij gaan even inchecken. Ja, de reis hier naartoe, heel kort, want wij komen natuurlijk vanaf Texel. En Sloodorp ligt op een half uurtje rijden vanaf Den Helder. Dus ja, eitje met het eitje. Ja, toch? Nou, we hebben hem daar geparkeerd. Iedereen kan er nog gewoon langs rijden, dus wij kunnen op ons dooie gemakje gaan inchecken. En als je naartoe rijdt, dan denk je, weiland. Ja, hij is dicht. Ben je er nog bij? Nee, als je naartoe rijdt, dan denk je weiland. Weiland. Recht toe, recht aan. Polder. Maar kom je eenmaal de camping oprijden, dan zit je in het bos. Wauw. Gewoon echt. Ja. Gigantisch verschil met de omgeving of zo. Ja. Ik weet niet. Het is dan in één keer knus, kneuterig en gezellig. Ja. Leuk. Ik heb al hele bijzondere slaapplekjes gezien. Ja. Cabins denk ik of zo. Nou ja, heel leuk. Laten we nog wel even zien zo. Ja, we gaan zo meteen natuurlijk even de camping verkennen. En maar, er is ook een Wormenhotel. Ja, dat heeft zij alweer gezien natuurlijk. Ja. Bij die andere camping in Zeeland was een vleermuiskelder en nu een Wormenhotel. Ja. Zo kan het gaan. Zo kan het gaan, inderdaad. Nou, we gaan even inchecken. Dit is de receptie. Oké, nou dan hoop ik dat er iemand aanwezig is. Nee, niemand aanwezig. Maar we gaan natuurlijk even geduldig afwachten hier. Het ziet er wel leuk uit allemaal hoor. Kijk, ik vind dit ook leuk aangekleed. Leuk design. Deze camping stond trouwens al een flink tijdje op ons lijstje. Maar steeds als wij wilden boeken, dan zat de camping vol. En nu gaan we hier twee nachtjes staan en dat kon nog. Dus wij dachten, nou dan grijpen we nu onze kans. Ja. Wie zijn wij? Schenk. Okay. Denk ik. Nou. Oh, mogen we zelf inchecken? Kijk, Nelly is een briefje aan het invullen. Als je gereserveerd hebt, dan mag je dit invullen. En dan moet je even aangeven waar zij ons aan herkennen. Nou, wat heb jij opgeschreven, Nel? Een eitje. Nou, dan mogen wij nu zelf een plekje uitzoeken, want dat staat op dat briefje. Kom. We gaan zelf even een mooi plekje uitzoeken natuurlijk. Oh, dit is wel heel speciaal. Dan zit niemand achter de balie en we mogen zelf uitzoeken. Oké. Ik vind het wel leuk. Je auto moet hier. Ja, maar we laten hem nog even daar staan. Ja. En dan lopen we even de camping over en dan hopen dat er nog iets leuks vrij is. Maar ik denk het wel. Kijk, dit ziet er toch al super leuk uit. Hartstikke gezellig dit. Klein rondje over de camping gemaakt en we hebben een plekje. Ja, auw! Wat is er? Gaat dit nou allemaal moeizaam, joh? Echt, hè? Ja. Nou, we hebben een leuk plekje uitgezocht. Ja. We hebben Oeh! Wat is hier nou? Dit is Het Bos Roept. Het Bos Roept. We staan midden in het bos, in de natuur. Met bijen en wormen in hotels. Ja. Hier is trouwens ook een restaurantje. Ja. Oh. Zo leuk. En je gaat hier ijsjes kopen. Hè? Kijk dan. Oh, ik schrik me dood. Ik denk, waar zijn we tegenaan Ja, dat dacht ik ook. Ik dacht, we staan op een kei. Er ligt een kat onder ons voorwiel. We staan op een beest. Even serieus. Kijk dan, wij komen weer terug bij onze auto. En er ligt gewoon een kat pal voor ons voorwiel. Ik schrik me dood. Ik dacht, we zijn tegen een witte kei aangereden. Oh, en ik dacht, we hebben een beest geramd. Hé. Hey. Hallo. Het is wel de bedoeling dat je even weggaat. Als je nog langer kat wilt zijn. Die is heel lui. Ja, nou deze is niet van plan om weg te gaan. Nee. Kijk, hij ligt ook super. Een beetje in de schaduw en een beetje in de zon. Nou, ik pak hem in zijn nekvel. Ik snap hem wel. Of niet? Ja. Doen? Ja, doe maar even. Kom maar. Hé.
Zal ik hem even oppakken? Ik pak altijd katten bij hun nekvel, hè? Ik weet niet of dat heel goed is. Ja, met een soort moederkat. Maar dat deed ik ook altijd met jouw kat. Ja. Die vond dat lekker. Ja, die vond dat lekker. Nou, we gaan dit even fixen. Ja, dan loopt er nog eentje rond. Die toch wat bruiner. Ja, nog meer katten hier? Ja, ja. Wat ja, leuk. Twee rond. Maar dan hebben we geen muizen, dat scheelt. Nee. Ja. Hé, hey, dat is dan weer een voordeel. Ja, ik vind het ook gezellig. Heb je de keer weer toch wel last van? Nee, dat is waar. De hond. Ons plekje op het bos roept. Heerlijk. De eerste pannenkoek is alweer geproduceerd op de nieuwe bestemming. En dit is ons uitzicht, mensen. Op het moment zijn ze druk bezig hier. Met de kerk af te breken. Maar wat een uitzichtje weer, hoor. Nou, we mochten zelf een plekje uitzoeken. Hier zijn ook geen nummers. Je kan hem gewoon overal neerzetten en het maakt ook niet uit hoe je hem neerzet. Echt super geregeld. Nou, dat is hoe kamperen bedoeld is. Ja. Ik weet niet of jullie het hebben kunnen verstaan, maar Nelly zegt dat is hoe kamperen bedoeld is. En daar ben ik helemaal met je eens, Nel. Ja, je mag gewoon een rondje over het terrein lopen en gewoon kijken waar jij je het fijnst voelt. Nou, wij voelden ons het fijnst op deze plek. Uitzicht op een kunstwerk gemaakt door de tuinman, als ik er goed na vertel. En ik ga jullie even een beetje onze caravan laten zien hoe die staat. Want wij staan in een soort van hoekje. Een klein plekje, maar ja, groot genoeg voor onze caravan. Dit is de hoofdweg. Ja, dit is het. En wij vonden het eigenlijk wel leuk om een beetje in de drukte te staan. Om het zo maar even te zeggen. Want je hebt ook nog veel keus in plekken die staan wat rustiger gelegen. Dan zou je misschien daar gaan staan of zo. Maar wij vonden het wel gezellig als we dan ook wat mensen zagen lopen en zo. De auto moeten we nog even wegzetten, want die mag niet op de plek. Maar het parkeerterrein is best wel dichtbij. Ja, daar zijn ze dus druk bezig met afbreken. Wij dachten in de eerste instantie dat er iets opgebouwd werd. Want ze zijn best wel snel met afbreken. Maar dit is dus een kerk geweest. We hebben net de eigenaar gesproken. En die is pas getrouwd. En die heeft gewoon zijn eigen kerk gebouwd. En die is in deze kerk getrouwd. Dus hoe romantisch is dat? Ja, nu wordt het afgebroken. Want hij vertelde dat hij de kerk heeft kunnen verkopen aan een andere camping-eigenaar. Dus dat is best wel leuk. En we werden ook echt vriendelijk ontvangen door de eigenaar. Dit is trouwens de eigenaar. En die zei, zoek een leuk plekje uit. En als jullie stroomkabel bijvoorbeeld kort is, klop even aan bij de receptie en wij lossen het op. Dus ze denken ook nog super goed met je mee. Nou, we staan hier fantastisch. En dit is tevens onze laatste camping, mensen. Dit is de finale. We gaan ermee stoppen. We gaan ermee stoppen, ja. Nee, we gaan er natuurlijk niet mee stoppen. Maar dit was wel onze vakantie. Hij is nog niet afgelopen natuurlijk, maar... Bijna. Bijna, twee nachtjes nog op deze camping. En dan zit het erop. Dus wij gaan extra hard genieten van deze plek. Kijk. Hier aan de linkerkant staan ook nog mensen. Ja, het is best wel leuk. Overal tentjes en buscampers, caravans, alles kriskras door elkaar. Hier heb je een vuurplaats. Ook hartstikke leuk. Ja, ik voel me fijn hier. Nou, we gaan even eten. Nelly heeft het bijna weer op. Kom ik weer eens aan. Altijd te laat. Ja, nou ben ik wel gewend alleen eten. Ja. Kijk, we hebben trouwens normaal gesproken, als jullie ons al langer volgen, dan weten jullie dat wij dit 's ochtends eten. Maar wij hebben vanochtend even voor het gemak een broodje gegeten. En nu eigenlijk ons ontbijt een beetje verschoven naar de lunch. Dit heb ik gisteren gekocht. Fries suikerbrood. Lekker. Wat doet zij? Ga je nu zelf een band lappen? Ik ben nu ook fietsenmaker. We gaan geen banden lappen of wel? Hebben wij die spullen? Ik heb een nieuw binnenband.
Heb je die? Ja. Oh, top. Tuurlijk, wij zijn overal op is voorbereid. Is alleen maar meid. Oh, hier ligt die. Is overal op voorbereid. Huh. Nou, oké dan. Hoppa. Nou, daar gaat ze hoor. Zo, nieuw band zit erin. Kijk. Ik kan weer fietsen. Weet je, die binnenbandjes die heb ik al zo lang in de auto liggen. En ik dacht eigenlijk, nou, volgens mij heb ik ze echt nooit nodig. Maar nu was het dus toch de dag aangebroken dat ik er profijt van heb. Dus als jij ook nog een lekker band krijgt deze vakantie, kun je ook nog... Want ik heb er nog één. Oké, nou, dan hoop ik dat ik ook een lekker band krijg. Dat hoop ik niet, maar het kan nee, wel. Ja. Nou, ik zet de auto even weg en dan kan ik ook relaxen. Een koffietje op het bos roept. Nou kijk, de kerk is bijna afgebroken. Ze zijn bezig met het laatste deel. En ze zijn echt supersnel. Zo. Nou, we gaan er lekker even bij zitten. Alle klussen zijn weer geklaard. Alles. Bandje gerepareerd. Caravan staat op zijn plek. We hebben net samen besloten dat wij de luifel niet gaan opzetten. Omdat we hier zo kort zijn. Dus dat scheelt. Dus dan kunnen we nu gezellig eventjes koffie drinken. Nou, ik geniet wel van deze plek hoor. Kom je er ook bij, Nel? Nel is op murrenjacht. Kijk hoe geconcentreerd ze bezig is. Kijk mensen. Een grote grijze wolk voor de zon. Maar als het goed is, gaat de wolk die kant op en komt de zon zo meteen weer tevoorschijn. Geen regen meer, ik ben er nou klaar mee. Ja, ik ben er ook klaar mee. Wil je een bitter koekje? Ja, lekker. Het enige wat ik heb. Nou. Nou, wat een kleintje, meid. Koffietje weer op. Het is tijd om de camping te gaan verkennen. Nou, we beginnen natuurlijk bij de ingang. Dat lijkt me vrij logisch. Huh? Ja? Heel logisch. Nee, we beginnen even bij het begin. En ja, dan gaan we even het sanitaire gebouw laten zien. Dat restaurantje, of nou ja, restaurantje, het is eigenlijk gewoon een soort kas, ja. Het is een kas. Dat is het goede woord. En ja, even kijken wat de mogelijkheden hier zijn. Want volgens mij kun je hier ook best wel veel huren. Zoals een fiets, een subboard, een kano, noem het op. Dus we gaan even bij het begin beginnen. Oké. Zullen we het even snel doen? Ja, we gaan het even snel doen, inderdaad. Afval. Ja, afval inderdaad. Chemisch toilet. Goed zo, ja. Een slang. Ja. Kano's. Kano's. Wormenhotel. Ja, dit gaat wel heel snel, Nel. Wormenhotel. Oh ja, nou, hier gaan we ook even kijken, want hier had Nelly het er net al over. Het Wormenhotel. Oh, u kunt hier uw groenafval kwijt. Ja. Ik durf er niet in te kijken. Ik wel. Oh ja, ja. Oké. Nou, ik denk niet dat de kijkers hier behoefte aan hebben. Maar we gaan even verder. Nou kijk, daar is de receptie, maar daar zijn we ook al geweest, daarnet. Daar heb je nog woningen, huisjes. Ja, hier kun je trouwens ook best wel veel, hoe zeg je dat, huisjes, cabins. Nou ja, er zijn wat huisjes in de verhuur. Laten we het zo even benoemen. Slaapplekken, kan je ja. Oké, nou, ik weet niet of dit in de verhuur is. Misschien wonen die eigenaren hier wel. Ja, dat weet ik niet. Er staan wel planten. Dus ja, daar kan ik verder geen info over geven. Hier heb je hout. Een bos hout. De receptie. Subborden. Parkeerterrein. Auto mag niet bij de plek, maar dat had ik volgens mij al gezegd. Nou, hier heb je ook de prijzen voor de fietsverhuur, kanoverhuur, subs. Die kun je hier ook nog huren. Nou, genoeg te doen.
hier kun je ook een ijsje kopen of een drankje. En de wat kleinere boodschapjes, zoals een koffietje of een wijntje of muggenspul, date. Ja, zelfs een vuurschaal. Kom zoals je bent. Dit vind ik wel een hele goeie, want dit staat ook op de Instagram van Het Bos Roept. En we zijn hier nu nog maar 2 uurtjes ongeveer, maar ja, kom zoals je bent. En dat voel je hier ook. Dat is waar. Alles mag, alles kan, ja. Het past heel goed bij jou, hè? Ja, ja, niet te moeilijk. Groene boekje inderdaad, ja. Gewoon lekker makkelijk zelf een plekje uitzoeken en daar schrijf je je naam op. En dan komen ze zelfs langs je kampeerplek. En dan vragen ze ja, of alles naar wens is. Dinsdag pizzadag zie ik. Nou, morgen komt hier iemand koken op de camping. Wat is dit? Een beest. Ja, die tor. Ja. Die groene. Ja, die zat net hier. Groen keukendiefje. Een keukendiefje op zijn urkers. Ja, jullie mogen raden wat een keukendiefje is. Laat het even weten. Ja. Een keukendiefje. Keukendiefje. Hier heb je de kat. Wat zat ik? Ik zat iets aan het vertellen. Ja, kijk dit. Oh ja, morgen komt er iemand koken. Else. En daar hebben wij gisteren al eten besteld. Dus dat kunnen wij morgen dan halen. En dat wordt hier gemaakt. Nou, superleuk dit. Gaan wij hier dan ook? Geen idee. Je zou het dan denk ik hier op kunnen eten of gewoon lekker bij je caravan. Maar dat gaan we morgen even bekijken. Ik heb er nu al zin in. Else kookt werelds. Ja. Nou, leuke zitjes inderdaad. Nou, hier is het sanitair gebouw. Dit gaat ze koken. Dat is ook wel leuk. Wat zeg je? Dit gaat ze koken. Oh, ja. Surinaamse pindasoep. Die hebben wij niet besteld. Die kon je ook als maaltijdsoep. Oh, daar staat erbij. Dit hebben wij besteld en dit. Ja. Nou, nu al zin in. Ja. Oké, we gaan even snel verder, hè? Want jij wilde tempo. Oh ja, tempo. Maar, Nou, afwas. Ja, afwasgelegenheid. Wij zijn hier zelf nog niet geweest, dus voor ons ook een complete verrassing. Wat is dit nou, dan? Trek wat deuren open. Ja, niks voor ons. Voilà. Wauw. Wat ziet dit er prachtig uit. Even serieus. Ook gelijk een toilet. Oh, wat alles. Leuk. Een lekkere douchekop zie ik nu al. Onbeperkt warm en koud water. Ideaal. Nou, dit is wel heel leuk gemaakt. Ja. Oh, en dit is gewoon een douche. Ja, alleen een douche zonder toilet. Nou, dit is ook een schoonmaakhokje. De toiletjes natuurlijk. Ook even een willekeurig toilet. Ja, leuk. Maar ook leuk met die accessoires inderdaad. Dat zie je ook niet vaak op een camping. Dat ze daar zoveel werk van maken. Een schilderijtje en een, nou ja, een bloemetje. Noem het op. Leuk. Heel leuk. Dit is een babybadje. Ja. Nou, leuk hoor. Nou ja, dit spreekt voor zich. Dit is gewoon hetzelfde inderdaad. Ja. Kijk, ook een leuk bloemetje. Nou, hartstikke leuk, Nel. Ja. Nou, dan gaan we even het terrein verkennen. En kijk, dan hoop ik natuurlijk dat wij nu niet een plekje gaan tegenkomen waarvan wij zeggen... Oh no, waar hebben we daar maar gaan staan? Want wij zijn eigenlijk niet het hele terrein over geweest toen wij een plekje mochten uitzoeken. Geen idee waarom. Maar we hebben nu een mooi plekje, daar niet van. Maar stel... Wij hadden ongelooflijk veel haast. Nee, we hadden er eigenlijk niet zoveel zin in of zo. Nee, dat was het niet, niet zoveel zin. Maar gewoon, nou, we zagen dit plekje en toen dachten we, ja, dit is goed. Dus we gaan nu even kijken. Maar stel dat er dus een mooi plekje is, ja. Ja, maar dan... Ik ga niet weer de boel verzetten nu. Oh, nee. Kijk, wij hebben een vuurplek. Ja, die heb ik al laten zien. Okay. De vuurplek. Nou. Dus we lopen even een klein stukje verder. Speeltuintje voor de kids. Nou, kijk. En dan willekeurig staan er eigenlijk overal wel stroompalen.
En ja, er staan geen plekjes, of er zijn geen plekjes uitgetekend of... Het is gewoon gras en je mag overal je tent of caravan en camper neerzetten. Gewoon. Je mag gewoon lekker zelf uitzoeken. Ja, zo hoort dat. Ja. Nou, de eigenaar die zei ook tegen ons, oh, jullie hebben al een leuke plek uitgezocht. Weten jullie zeker dat dit de mooiste plek is? Dus toen zeiden wij van, ja, nee, maar zijn er dan nog mooiere plekken? Toen zegt hij, nou ja, zijn jullie het bruggetje al over geweest? Nee, daar zijn we nog niet geweest, zeiden we toen. Maar hij zegt, weet je, als jullie een beetje van rust houden, dan zou ik meer daar gaan staan. Achter het bruggetje. Kijk, hier hadden we ook nog kunnen staan. Ook een mooi plekje. Daar heb je een huisje. Daar nog een vuurplek. Maar als je dus iets rustiger wilt staan, dan zou dit wel een mooie plek zijn. Achter dat bruggetje, denk ik. Maar wij houden ook wel van reuring. Gewoon dat je mensen ziet lopen of zo. En hadden we bijvoorbeeld hier gestaan, stonden we wel echt alleen. Ja, ja, er zijn genoeg mensen die echt van rust houden. En het liefst helemaal alleen staan op een camping. Maar ja. Wij zijn denk ik een beetje een mix daarvan. Ja. Niet te druk en ook niet te rustig. Kijk, dit is toch hartstikke mooi. Lekker groen. Een goed verzorgd terrein. Ja, misschien heeft storm Poli dat nog wel veroorzaakt, die boom. Nou, hier heb je een tipi-tent. Dus als je niet in het bezit bent van een eigen kampeermiddel, dan zou je ook nog op de site kunnen kijken of je hier iets leuks kunt huren. Zoals deze tipi-tent. Dat is hartstikke leuk. Ja, hartstikke leuk. Kijk, voor deze tentjes zit een vlonder. Hier ook. Ik denk zomaar dat je dan deze tentjes er ook kunt huren. Ook een mooi plekje. We zijn even een stukje bos ingelopen, maar kijk even wat hier staat. Kijk, dit is dan ook zo'n cabin die je op de site kunt vinden. En dan sta je echt verstopt in het bos. Hoe gaaf is dit? Even van dichtbij. Wauw. Prachtige locatie dit. Kijk, dit is de kas waar Nelly het net over had. Die staat heel dicht bij onze kampeerplek. En ja, hier staan wat tafels en stoelen. En hier kun je een koffietje krijgen of gewoon iets anders lekkers of verfrissend. Heel leuk. Nou Nel, volgens mij zijn we zo'n beetje het hele terrein over geweest nu, of niet? Ja, of misschien nog even hier naar links. Wij staan natuurlijk hier. Dan gaan we ook nog even links kijken en dan hebben we alles al gehad. Het is niet heel groot, maar ook niet klein. Beetje een middelmatige camping. Geen idee hoeveel plekken deze camping heeft. Ja, aangezien er niet echt plekken zijn... is dat misschien ook wel een beetje moeilijk om terug te vinden ergens. Maar ja, het is wel een heel gemoedelijk terreintje. Hier staat ook nog een huisje, een cabin. Oh, daarachter ook nog. Ga je door het water? Ja. Oh, je hebt tegels. Kijk, ik denk dat daar mensen in zitten. Even van dichtbij. Oké, we gaan weer terug naar ons caravan. We kunnen helaas niet dat huisje laten zien, want er zitten mensen in. Ja, maar die heb ik wel een beetje ingezoomd. Oké. Nou, dit was het dan, mensen. We gaan eventjes afwassen en daarna boodschapjes doen. Dus we hebben nog het een en ander op programma staan. We moeten natuurlijk ook nog eten. We gaan barbecuen. We gaan kobben. Ja, lekker. Tijdje niet meer gedaan. Nee. Daar heb ik zin in. Ja, ja.
De barbecue vrouw. Ja. It's cob time. Heerlijk. Zo gemist dit. Ja. Aanmaakblokken. We gaan natuurlijk weer even op kooltjes barbecuen. Oh ja, lekker. Dat is het allerlekkerst, vinden wij. Dus we gaan hem even aansteken. En is het een kwestie van een kwartiertje wachten of zo, denk ik. Even koeltjes erin. De eerste gang ligt op de barbecue. Een lekkere slashleek stok. Nelly is al aan het eten. Witlofsalade hebben we. Plus een stokbroodje. Met een lekkere dip. Kijk even hoe gezellig, joh. Wat zitten wij hier weer top? Mm-hmm. Huh? Super dit. Nu mag jij eten. Ga ik draaien. Ja, jij gaat even draaien en dan ga ik eten. Kipdijkebab. Tweede gang. Een kipdij kebabspies. Wow, dit is een grote. Ja. Maar ik heb ook nog los spul. Oh, er zitten nog losse stukjes in. Ja, prima hoor. Kijk, we hebben de barbecue iets dichterbij gezet. Ik zit gewoon lekker in mijn luie stoel. En dan kunnen we gewoon lekker blijven draaien. Barbie knoeien, ja. Je moet wel snel zijn met draaien op dit rooster, want het gaat echt mega hard. Voordat je het weet, zit er een zwart randje omheen. Dit is nou echt camping. Het echte campinggevoel. De barbecue tussen ons in. Lekker. Lekker gezellig. Voilà. Draai maar. Doet ze even hoor. Millie is de barbecue master. Nee, jij. Nee, we draaien af en toe even. Of we wisselen het af. Laten we het daarop houden. Wat doet zij? Even een melodietje voor de kijkers. Ja, leuk. Zo, we gaan de vlog weer afsluiten, mensen. We zijn allebei in de douche geweest. Heerlijke douche, ja, trouwens. Lekker heet. Douche. Schoon, heet. Ja. Nou, prima. En lekker ruim. Ik had ja, dat ook. Ik had een mooi ruim hokje. Ja, ik ook. Was perfect. Want op die vorige camping had ik... stond steeds met mijn badjas en zo tegen een natte muur aan te... Ja, nee, dit is lekker ruim en ook wel luxe of zo. Ja, ik weet niet, gewoon de aankleding. En ik wil trouwens ook even iets rechtzetten. Ik heb iets gezegd vanmiddag of vandaag in de vlog wat niet waar was. Wat nu dan? Weet ik niet meer wat. Ik ben het vergeten. Ik dacht daarnet toen ik naar het douchegebouw liep, oh, dat moet ik even verbeteren. Ik weet het niet meer. Wat stom dit. Nou, ik heb nog wel iets. Dat je wou vertellen, ja, zeg maar. Nou, ik weet nog wel iets. Dat wilde ik nog wel eventjes vertellen aan jullie. Hoeveel plekken hier? Hoeveel plekken, inderdaad. Want wij hebben een gesprekje gehad met de eigenaar. Die kwam even langs. Superleuk. Wat is dit? Dit is mijn microfoon. En dus daar hebben we even mee gepraat. En het blijkt dus dat ze dus 35 plekken beschikbaar hier hebben. Geen nummers, dus gewoon vrij uitzoeken, maar dat hadden we al gezegd. Terwijl dit terrein eigenlijk iets van 80 caravans, campers kan wegzetten. Of tenten. Maar hij zegt ook van ja, dat willen we niet. We willen gewoon 35 aanhouden, zodat de rust bewaard wordt hier. Want dat vond hij heel belangrijk. Ruimte. Ja, dat vond hij heel belangrijk. Ja. Dus ja,
dat vind ik dan wel echt wel speciaal aan deze camping. Mm-hmm. Kan jij ook nog serieus doen? Ik heb een snor. Nou, jij doet helemaal niet serieus. Even normaal, joh. Nee, maar even serieus. Ik wil echt even... alleen al voor vandaag complimentjes geven voor de eigenaren van deze camping. Want serieus, ze hebben het echt heel leuk neergezet. En ondanks dat je het allemaal zelf een beetje mag regelen en doen, het goed... Sorry, ga maar verder. Goed georganiseerd. Dat was het ook, wat ik wilde zeggen. Wij zijn natuurlijk langs die kas gelopen en toen zei ik volgens mij, dit is een restaurantje, maar dat is het niet. Het is een heel ander concept. Er staat iets van een keukentje en een koffiezetapparaatje en je kunt er koken en zo. Het is volgens mij de bedoeling dat je daar zelf aan de slag gaat. Ja, dat is het ook. Of wij hebben het verkeerd begrepen, maar wij hebben daar vanavond allemaal mensen gezien. Er stond iemand te koken, er zaten wat mensen aan een tafeltje. Iedereen was daar druk bezig, dus je kan dat gewoon gebruiken als... als bezigheidstherapie. Nee. Gewoon als een hokje waar je gewoon... Een gezellig hokje... Een gezellige kas. Het is een kas je gewoon kan eten maken en drinken. Maar dat moet je zelf roggelen. Ja, nou dus heel goed. Als ik ooit een camping begin, dan ga ik het ook zo inrichten. Gewoon alles zelfbediening. Ja, dan kun je zelf gewoon op reis. Nou weet je, wij zijn in de loop van deze 3 weken wel steeds meliger geworden volgens mij. Het kan volgens mij niet meer serieus bij ons. Ja, misschien is dat wat vakantie met een mens doet. Ja, we zijn wel los. Los van het werk, los van alles. Ja. Ja. Nou, sluit hem even af. Weer. Want die vlog wordt weer veel te lang. Veel te lang. Oké, we gaan de vlog afsluiten. We willen jullie bedanken voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. Vergeet niet te abonneren op ons kanaal en we zien jullie bij de volgende vlog. Doei! Doei!